Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shiny Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van de Pokémon Glowing Garnet Shiny Case Lock met Sander van Gaming SB. De vorige aflevering was een trieste aflevering, want er zijn heel veel Pocket Monsters verloren. Ja, ik ben er weer. Sander is bezig met zijn intro momentje. Ik ben er weer. Was even in gesprek. Ja. Zoals jullie zagen. Maar het is opgelost, jongens. Ik heb hem mijn wachtwoord gegeven en toen ging alles goed. Oh, oké. Okay. Aan zo'n Nigeriaanse prins toevallig? Nee, aan die guy die ik net liet zien van Tech Support. Van Microsoft Tech Support. Altijd mijn wachtwoord. En dan, altijd nou, Microsoft ik, Tech Support. Nou, ik kon dus niet bij mijn PC, hè. En hij zei, als je mijn wachtwoord geeft. Dat is wel lief dat hij het dan toch heeft gedaan. Ja, dus... Fire. He set fire to the rain? Waarom is er water in deze gym? Wat een... Het is een sauna. When? Een stoombad. Draai. Dank je. Ik weet dus niet waar ik naartoe moet. Nee, je moet er terug naar beneden. Dan ga ik nu extra trainersbevechting. Dit is niet goed. Wel even wachten met naar links lopen zo. Je moet helemaal boven langs naar links lopen. Helemaal naar boven lopen, ja, en dan naar links. Die bubbels zijn zeker zo'n trainering. Zeker ring. Ja, dat dacht ik al. Deze moet je uit... Nee, niet daar staan. Oeh, daar kon je net wel staan. Okay, nee, dat was zijn. Je moet naar voren. Moet ik nog verder? Ja. Je kunt dit ook gewoon... kijken en weet je het ook, maar... En dan rechts om de vrouw heen. Oh, kan ik ook zo langs dat vrouw? Ja, ja. Oh, dat is rechts. Never mind. En nu? Helemaal bovenlangs, anders heb je weer de bubbels. Ja, goed, zo zijn ring en dan daar, ja. Yo, hij zat niet eens op. What the frick? Ja, ik vind het nog steeds, joh, dat ik al mijn goede Pokémon... Ben. Ja, daar dit vierkantje pakken. En dan is daar de enige battle die je moet doen. Oké. Ik ga toch zo ver mogelijk. Niet dat het helpt. Maar misschien helpt het. Als ik gewoon Tsunami mee had genomen, had ik gewoon Watergun gehad, hè, voor die Camerupt. Ja. Maar ja, dan ja, die is ook weak to fire, dus... Dat zeg ik wel, maar ja... Hoezo? Hij is Buck Water? Ja. Nee, Buck Flying. Oh. Hij is niet Water. Hij kan ook een Rock Move, dus nee, dat had ook niet per se gewerkt. Nee, daarom. Bubble Beaming? Ja. Dat moet toch wel net KO, alsjeblieft, ja. Ja. Deze gast doodde gewoon net een Pokémon voor mij, hè. Die nummer. Dat is niet aardig. Nee. Nou, en dan ben je bij Flannery. Ja, dit is heel kut. Want ik heb dus een fire weakness van hier tot Tokio. Helemaal tot Tokio? Ja, dat is ver. Dat weet ik. Maar dat is wel zo. En heeft hij ook nog eens een kut camera op zeker? Oh, hij is een sluk. Maar die is wel cool. Die is wel cool. Sluk maar is gone. Ja, jij hebt Easy Sweep, jij hebt een starter die water is. Ik heb niks wat super effectief is. Maar Koffing heeft misschien wel Levitate, weet ik niet, heb ik niet gecheckt. Maar dat kan me helpen. Tegen die nummer. Torkoal. Oh, die Torkoal heeft draad volgens mij. Nee, hij heeft geen draad? Oké, doei! Wow, Torkoal dat deed weinig damage. Is holy Ash shit. Ash's slechtste Pokémon, hè? Huh? Besef even. Torkoal is Ash's slechtste Pokémon, hè? Echt? Het slechtste win rate, ja. Dat is heftig, want hij fucking veel defense. Ja, maar in de anime haten ze.
Was Poison Gas dan goed of was... Ah nee, Sludge was goed, hè. Even, jij hebt de Slug, maar was die nou Rock of niet? Nee, hè? Volgens mij niet. Maar ik heb er niet naar gekeken, maar volgens mij niet. Volgens mij is alleen bij Cargo ook Rock. Oh, en je mocht level 34 zijn voor deze gym, hadden we gezegd. Mm-hmm. Heb ik ook niet gedaan. Iedereen tot level 32. Oh, nee. Nou ja. Oh, ik heb nog steeds geen potions gekocht, trouwens. Charmeleon! War Turtle. Mewtwo, na, Error Deck 2. Oh my night. Slow, bro. Daarna weet ik het niet meer. Ik dacht slow poke, maar mag ook. Oh, dat zou kunnen trouwens. Oh, 1 HP. Hyper Potion. Levitate. He do be levitating. Nemmel. Ja, gewoon een switch. Het helpt ook niet dat mijn beste wateraanval op Marstomp een watergun is. Mm. Nog een hyper potion? Nee. Hier, vuile beta! Monferno? Wat? Oh, jee. She dropping the starters everywhere. Ja, dat is naar. Alhoewel, ik heb wel veel flying, dus Monferno is misschien niet heel erg. Torkoal. Kan... Nee, wacht. Dat maakt niet uit. Ik kan gewoon sludge doen tegen deze man. Oh, poison. Oké, dat is wel fijn. Wat ik nu kan doen... Waarom heb ik deze trouwens niet Perry genoemd? Ook weer? Oh ja, omdat ik Inazuma team had. Ja, behalve Alaska. Wat flauw dit. Wat? Hij had White Smoke. Ik kan zijn abilities niet lower met stat moves. Oh, wat een onzin. Ik vind het wel heftig. James heeft gewoon die coffin van hem gewoon echt vet hoog geleveld. Yep. Wie had dat gedacht? Ik niet, kan ik je zeggen. Van vet hoog levelen naar vet hoog levelen. 35 heeft hij hem gemaakt. Go goggles. Wat is de volgende level cap eigenlijk? Ik heb de level caps net even overdacht toen jij wat andere dingen aan het doen was. En ik heb hem gezet op 39. Oké. Of we samen naar Battleburg willen reizen? Ja. Ja. Dan gaan we echt back-to-back cage matchen. Ja, what the fucking. Twee in één aflevering? Nou, wacht, waarom deed ik dit? Dat is lastig, denk ik. Het is wel risky. Ik wou Bubble Beam noemen, dat is eigenlijk helemaal niet slim. Bubble the Beam. Ik ga toch weer naar Caleb. Oh, en ik heb geen super potions. Fuck. Ja, crit ook nog. Ook dat nog. Die wou ik inzetten. Tsunami? Nee. Deze. Smokescreen en dan booming. Ja. En nu is hij wel twee keer geïntimideerd. Mis. Oh ja, ik ben dood. Dat was niet mis. Oh. Nee, je bent niet dood. Oh, dat killt niet, maar tegen Koffing wel. Ja, nee, tuurlijk. Ja, maar hij critte tegen Koffing. Ja, oké. Okay.
Het is niet zo handig dat je geen potions hebt. Nee, dat weet ik. Golbat heb ik straks ook nog nodig. Maar ja. Oké, dat was een crit. Weer dus dan ben je niet dood zo. Kan je flinchen met poison fang? Nee, maar wel poisonen. Badly poisoned zelfs. Nice. Geen crit. Dit is lelijk. Ja, ik zou nu ook voor Lucario gaan, maar ik durf niet te beloven dat hij het overleeft. Maar ik denk wel dat het de grootste kans is dat hij het overleeft van de rest van de Pokémon die je ja. hebt. En ik weet niet, wacht, heeft er een Pokémon voor jou Quick Attack? Oh, wacht, maakt niet uit, want hij mag nog een keer aanvallen. Never mind. Ja, nee, want ik ga switchen. Ja. Dan zou ik voor Lucario. Ja, ik wil gewoon niemand kwijt, dus ik moet dit doen. Mm-hmm. In de hoop dat hij of mist. Hij mist niet, maar hij overleeft hij denk ik wel. Nee. Damn it. Oh, weer! Fucking is dat crit. Een super crit of zo? Super grote kans op crit, Flameburst. Dus dat de derde crit in deze battle. Ja. Holy shit. Nou, ik ben geen Pokémon Master, dat is wel duidelijk. Maar ben je sneller dan Moverno? Ja, ik zou. Ja, nee. Switchen zou nu super, zou zonde zijn. Je moet gewoon nu risken, maar ja. Ik weet niet of dit one hit KO is. Oké, ja. Dat wel. Nou. Maar wel Lucario kwijt, dat is heel naar. Oké, Lucario en Koffing. En dan ook nog een cage match zometeen. Die ik ga verliezen. Dat is niet hoe dat werkt, Sander. Je moet wel een beetje positief zijn. Nee, dat is daar waar, gaat dat altijd fout. Dat is waar. Het kan nog. Nee. Dit is niet wat ik... Nee, dat is niet wat je wilt. Anders moet ik tegen al die trainers die ik ze net ontweken heb. Dat is volgens mij niet hoe dat werkt, maar... Goeie. Dat is inderdaad niet hoe dat werkt. Ik ga gewoon even aanspammen, denk ik. Twee cage matches ook, hè? Twee cage matches trouwens. Ja, maar we kunnen eerst nog Pokémon gaan vangen. Hè? Want we kunnen nog wel naar een paar routes toe om Pokémon te vangen. Als je dat wil. Want als jij niet genoeg Pokémon hebt, zou ik dat wel doen. Oh, je hebt nog wel genoeg Pokémon. Oeh, je hebt Swablu. Die zou ik zeker straks in je team. Waarom heb ik die ook niet meegenomen in plaats van deze? Gewoon puur eventjes voor de gym battle, trouwens. Nee, deze had ik wel. Lucario. Ja, Lucario. Nog erger. Oké, even wachten met dingen aan je team toevoegen. Ja. Oké. Oeh, dan moeten we gaan connecting. Even kijken. Fortaleza. Het saving, denk ik. Dat doet hij vanzelf als je... Okay. Ik heb Fortaleza gekozen. VPS Fortaleza. Browse Public Game Room. Volgens mij hebben we die eerder gehad, hè? Fortaleza. VPS Any Game. Ja, cooling. Ga jij doen? Ja. Oké. Oké, dan doe ik... Ik moet nog healen, denk ik. Hij healed van tevoren, Sander. Ik heb het Discord omlaag gezet, dus dan kan ik je niet zien. Ja, ik zit. Communicating, dat is Engels. Ja, dat is wel Engels.
Jongens, toch. Ik heb er wel vertrouwen in deze keer. Ja, ik niet. Volgens mij, als ik het goed heb, kan ik met deze Pokémon eigenlijk niet verliezen. Hm. Ja, kan wel. Ligt er een beetje aan een van die allen. Ja, het kan wel. Voor wie ben je gegaan? Even kijken. Dat ga ik niet zeggen. Spannend. Niet zelf achterkomen. Oh, dan ga ik het stiekem maar even switchen. Nee, niet switchen. Golbat. Oké. Golbat is wel, denk ik, het sterkste van wat je had in kunnen zetten. Oké. Lowest base stat total of all the other fire types. Wist je dat? Overslukt maar. Oh ja. Omniboost incoming? Of hit je jezelf? Dat kan ook. Je hebt wel een rock move? Ik heb zelfs twee rock moves. Oh ja, dan Omniboost incoming. Oh. Omniboost incoming. Ja. Oef. Confusion, had ik maar een omniboost. Ah, nu ga ik hem verliezen ook. Ja! Hoe dan? Oké, eerlijk is eerlijk, daarmee heb ik echt heel veel luck gehad. Ik weet niet welke van de die twee poison dingen. Maakt niet eens uit trouwens, denk ik. Uiteindelijk. Nee, die poison had niet uitgemaakt, nee. Want je had half damage. Ik denk dat puur door Confuse Ray heb ik gewonnen, sowieso. Ja, want maar ik denk niet dat hij poison had uitgemaakt. Dus zo heel veel luck was het uiteindelijk. Ja, het was een 1 op 50 kans, dus Je moet wel eventjes tegen jezelf zeggen dat je niet meer salty mag zijn, want je staat 3-1 voor. Ik sta wel 3-1 voor, dat is waar. Okay. Misschien verstandig om even Pokémon te gaan vangen? Ja. You like to do something else with gaming? Ja. Leave me alone. Nou, sorry. Oké, waar kunnen we? Jij hebt de encounters bijgehouden. Sowieso onder Verdeturf, zeg maar. Ja, is dat? Of boven Verdeturf? Weet je wel waar we net naar beneden gingen van die vulkaan af? Ja. Daar sowieso, ja. Maar daar sowieso en in de woestijn. Want we hebben net de go-go-rolls gekregen. Oh, maar dat is echt heel ver weg allemaal. Ja, gewoon even fietsen en even speed-up. Wacht. Voordat we al die omgang gaan doen. Oh ja, wat ga je kiezen voor perk? Dat ook. Wacht even, dan moet ik even in mijn bek kijken. Hou je bek. Oh. Ja, ik hou mijn tas bij me dit keer. De power, ja, boeien, volgens mij. Denk ik wel. Kielwee. Oeh. Ja. En qua health items. Aggronite. Ja, die wil ik geven aan Golbat. Dat is ook niet handig, want dan kun je precies weten wat mijn strategie is. Ik ga voor reviving. Ja, nou, ga jij naar battling? Ja. Tegen wie? Tegen een mannetje op het strand. Ja, dat ga ik dus niet doen. Ik ga gewoon met Brawly weer. Of met Brownie. Hoe heet deze guy ook weer?
Pico. Oh nee. Dat is... Ja. Dit is moeilijk joh, met speed-up om hem. Neersleeppoort. Volgens mij moet ik dat hebben. Hé, waar ben jij nou allemaal? Oh, jij bent al zover. Je bent op dat andere strand iemand tegengekomen. Ik dacht ik ben zo snelheidsduivel. Nee, dat vind ik eng. Dat kan. Ik zal niet zeggen welke van de twee dingen ik eng vind. Snelheid of duivel? Ja, dat ga ik dus niet zeggen. Ja. Beetje jammer. Heb ik nu alleen een dingetje meegenomen? Ja, Seuss Junior High. Heb ik meegenomen. Seuss Junior High. Ga ik nu... Ja, ik ga wel nu levelen, want straks moet het. Freeze in? Wat is dit nou? Cottony Delta. Oeh, en heel veel Larvitar's? I feel Larvitar. Ah. Ah, het wordt sowieso een Sandshrew. Ik haat Sandshrew. Ja, dat kan. Hoezo haat je Sandshrew? Ik heb echt helemaal niks met Sandshrew. Dat kan. Het is echt super irritant muziek om hier precies van alles een rek en lied te geven. Ja. Maar ja, moet even. Echt wat een kutmoes het heeft. Heeft Altaria. Of niet Altaria. Nee, Swablu krijgt echt wel een goede. Daarom dat ik hem heel graag wil gebruiken in de cage match. Hij krijgt echt wel. Of ben je al klaar met levelen? Ja. Maat, hij krijgt freeze in. Ja, die heb ik. Die, dat is gewoon instant dan frozen. Maar wel 55. Ja, maar. Accuracy. Maar wel. In principe is het soort vergelijkbaar met, met Sing, alleen dan beter. Want het is Freeze en Freeze is beter dan... Kut! Nou ja, daar zijn freeze de meningen wel over verdeeld trouwens. Joh, zijn de meningen wel een beetje over verdeeld. Als je Penny zou vragen, dan denk ik dat hij... toch... Oké, sorry, ik zal niet zo fout doen. Oh, ik heb geen... Ik ga nu helemaal klaar mee. Wel een mooie shiny, eerlijk is eerlijk. Welke? Oh! De Sandshrew. Oh nice, ik mis! Ik ga even cheating. Ik ga even een paddy'tje poelen. Ik neem Nummel mee. Wow. Die Nummel is hartstikke dood. Moet ik dan een levende Pokémon Rock Smash aanleren? Ja. Nee. Ja? Nee, serieus? Was, want dat kan was, hoor. Ik was aan het grappen. Nee, het kan hoor. Het kan. Nee, is het echt wel. Ik bedoel liever niet, maar ja, hè, als je zo wil, als je zo wil winnen, dan ja. Zegt de man die 3-1 voor staat. We hebben nog 4 cage matches. Er kan nog van alles gebeuren, letterlijk. En de final cage match voor 3 punten. Dus en je hoeft niet bang en je kan niet nog te wipen. Zijn, ja, dat kan ook wel. Dat gaat me nooit gebeuren. Bro, ik heb net de 2 moeilijkste battles ooit overleefd. Lekkering. Ja, ik weet niet of ik het heel lekkering vond, maar... Ik ben wel blij met even een win weer. Weet je, dat geeft weer eventjes een klein beetje zo'n goede moed.
Sander, hoe heette die beesten ook weer die Earthbending hebben uitgevonden? Die mollen. Je bedoelt... Nah. De mols. De... Wat erg. Ik ben deze guy ook gewoon... Zeg maar, ja, niet de mol voor, maar ik ben deze guy in... ook een aantal keer geweest in D&D als wild shape. De badger mol, dank je. Badger mol, inderdaad. Jezus. Die moest echt van ver komen, dat is heel gek. Dat is heel gek. Wel leuk, wel een leuke naam. Wie is een ground type manneke van Inazuma? Dat weet ik niet. Ja, Jack. Maar die heb ik al. Oh ja, die is nu dood, dus nu mag het weer. Jack 2.0. Een muur vind ik wel, dat ik zeg, nou, dat is wel ground-ish. Godsamme. Oeh, ik dacht even dat die cotton hier het was, joh. Maar dat was een sterke Pokémon. Er wordt heel veel in competitive gebruikt. Echt? Mm-hmm. Ja, maar waarschijnlijk met evaluatie dan, maar... Lilligant. Nee. Dat is echt een hele andere Pokémon. Hoe heet die? Ja, hoe heet die ook alweer? Whimsicott. Whimsicott, inderdaad. Dit is de aflevering van... Ik ben even zijn naam kwijt. Ja. Kun je zo de aflevering noemen alsjeblieft? Ik ben even zijn als naam. Ik het niet... ik noem mijn kwijt. Aflevering wel, ik ben even zijn naam kwijt. Hé, hey, je hebt de Larvitar. Holy heel shit. Ziek, King. Heb ik wel poke? Ja, ik heb wel pokeballs, maar misschien geen great balls meer. Oh, zand. Yes. Dan ga je wel, gaat wel lukken. Hij is level 13. Ja, ik weet dus niet of die cotton die... zal wel ground zijn, hè? Ja, ja, dat is met Delta een beetje lastig. Ah, dit ziet er wel uit als... als leaves alsnog. Dus ik ga gewoon proberen en dan zien we vanzelf. Not very effective. Ik wou echt net zeggen, het zal vast niet not very effective zijn. Ik denk dat ik hier nog wel even zit. Of het zijn allemaal dupes en dan heb ik er sowieso niks aan. Oh, nee, het zijn niet allemaal dupes. Het kan ook een Spoink of een Durant zijn. Durant? Yo, Durant is oprecht niet heel verkeerd. Ik heb ook al die naakte mol gehad, hoe heet die? Jezus, ik ben zijn naam even kwijt. Ik kan even niet op zijn naam komen, ja. Zoals de titel van de aflevering Heatmore. Trouwens. Heatmore heb ik ook al zijn... zijn counterpart. Arch Nemesis. Arch Nemesis, dat zocht ik. Ja, wat willen... Ja, misschien wil ik wel die kot niet downloaden, wou ik zeggen. Downmaken. Ben ik nu serieus paralyzed, I'm trying to speak? Ja. Ja. Deed die pers... Kut. Kut speed-up. Hey, shiny spoink. Oké, mogelijk ben ik over 5 turns dood. Mogelijk kan je dan niet gewoon switchen? Krijg je bij Parasong niet ook zo'n counter in beeld, als dat zo is? Ja. Toch? Oké. Nee, dan ga ik niet mogelijk dood. Hoe doen ze ook zoveel? Oh, ze screechen me de hele tijd. Oké. Weet je wat ik ook kan doen? Nou? Mijn fucking grass type inzetten. Nou, een klein idee. Jezus. Yo, leuk. Ik vind dit wel schokkend. Dat jij hebt letterlijk 3 keer verloren van de domste persoon op aarde. Ja, wow. Hoe kan ik? Dat vind ik wel gek. Oh ja, maar deze is natuurlijk ook poison. Daarom wou ik hem niet inzetten. Ja, nee, nu snap ik het weer. Nadat ik het gedaan heb. Altijd fijn. Was ik helemaal niet zo heel de domste persoon op aarde, trouwens. Ach. Of deden we zonder dom? We deden wel zonder dom, ja. Dat hadden we al afgesproken. Ja. Was dat vorige sessie?
Hoezo? Giga Drain heeft 100%. Sinds wanneer kan een 100% move missen? Mag ik even vertellen waarom dat is? Ja, doe maar. Omdat je in de Sandstorm zit? Klote zooi. Oké, ik ga ze even allemaal intimidaten. Ja, doe lekker Sandstorm, doe dan. Oh ja, dat was dom, dat was dom. Ja, wat nice. Moet ik dan? Ik ga echt keihard dood hier. Normal flying, wat een kut type. Dit is ook bug flying, hè? Ja. Oh nee, hij zit in de verkeerde box. Hoe durft hij? Ja, dan ga ik toch maar weer Golbat inzetten. Ik hoop dat ze een ground type move doen. Barret. Ah ja, die heeft ook een rock move. Ah, fuck. Oké, ik denk dat ik moet runnen. Runnen? Ja, wat moet ik dan doen? Ja, of ik moet Zeus dood laten gaan. Ja, of Alaska Bullwound. Of je zet gewoon Zeus in en dan kan je gewoon... What happened to Masquerain? Ja, rollout. Rock, Oh ja, die wordt ook steeds sterker trouwens. Ik had sowieso Zeus moeten checken. Je hebt wel één kleine troost dat hij een revive had. Jokes on you, hij is al ingezet in 5. Mm-hmm. Hoe werkt dat? Hoe doen we dat eigenlijk? Hoe bedoel je? Betekent dat hij nu wel full on dood is? Als hij 2 keer dood is, gaan dan wel. Ja, oké. Nou, dan is hij nu dood. Oh. Ah, ik moet stoppen. Ja, maar dan heb ik een Pokémon dood laten. Dan ga ik liever wipen dan dat ik een Pokémon dood laat gaan en geen Larvitar heb. Ah nee, dat is ook. Mag ik even iets zeggen? Stel je kan niet runnen, dan ben je nog een Pokémon kwijt. Ja. Yeah. Dat is waar. Oké, je hebt gerund. Oké. Dan wil ik graag de aflevering beëindigen, Sandring. Is dat oké? Okay? Ja, doe maar. Ja? Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.